Nou, op mijn naambordje staat officieel de functie Venue Media Support Assistant. Nou, dat komt er kortweg op neer dat je onderdeel bent van het mediateam. Om alles zo goed mogelijk te organiseren, zodat media hier, die geaccrediteerd zijn voor de wedstrijden, hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Met als doel dat het EK en de UEFA er zo goed mogelijk op staat. Sonny Sier is in het dagelijks leven perschef bij FC Volendam. Net als bij voetballers wordt hij door de UEFA gehuurd van de club. Samen met een heel team regelt hij de mediazaken rond de EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena. Het is een compleet andere wereld. Dat je normaal de vaste volgers van de club ontvangt, de tegenstander ontvangt, daar de vaste volgers van, met hier en daar een uitschieter. Maar dat is juist zo leerzaam hier en dat kan ik dan weer misschien bij Volendam een beetje van meenemen. Die telefoon voor jou overuren gemaakt de afgelopen dagen? Nou, dat kwam vooral omdat ook bij Volendam nog wel wat dingen spelen. Mensen hier hebben, ja, stom natuurlijk, een paar goede spelers gehad. Robert Muren, Derl van Michum. Denk je, moet dat allemaal? Nee, dus dat gaat allemaal door. En dus ik ben hier niet en gelukkig kunnen wat mensen mij overnemen. Dus die, ja, samen kom je tot een zo goed mogelijk idee om bijvoorbeeld een toffe video van Robert Muren te maken. Nou, wat doen we, Jaap? Dan gaan we naar huis. Rust zit er dus voorlopig even niet in. Want kort na het EK staat het volgende seizoen met FC Volendam al voor de deur. Maar Sier heeft het er graag voor over. Op een schaal van 1 tot 10, hoe vet is dit? Ja, wel 14. 14.